Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video op Dennis Rijksparkpark. Ik ben Dennis en vandaag zijn we weer in attractiepark en vakantiepark Slagharen. Vandaag laat ik jullie deze huisje zien. Hier hebben wij de 7 nachten lang lekker gezellig gelogeerd. En ik neem jullie mee naar binnen. Ik vind het wel gezellig, ik neem jullie mee naar binnen. Het is een cowboy huisje. Jean-Pierre en mama staan hier ook, gezellig. Hallo. Die waren ook mee op vakantie. En zo ziet het eigenlijk van binnenuit. Dus het is niet groot, maar wel heel gezellig, of niet, meneer Reeves? Ja, en ik loop met jullie mee naar de slaapkamers. De slaapkamers is met 2 stapelbedden, waar 4 gebedden eigenlijk erin zit. Met een heel mooi kast waar je je kleren in kan stoppen. Ziet er eigenlijk nog best gezellig uit. We lopen ook nog eens even hier. Hier heb je een prachtige tv, hè Erik? Ja. Ja, prachtige tv met een lamp. En dan, oh, daar heb ik nog een mooie verhaal. We gingen bingo spelen en wie wint de hoofdprijs? Jean-Pierre won de hoofdprijs. Like als je dat leuk vond. En een heel keuken zit hier erin. Deze prachtige cowboyhuisje. En dan ook nog niet voor een heel duur prijsje. Voor 37 dagen. Gewoon 900 euro plus pretpark en een vakantiepark. Dit is de wc met een douche. Ja, hier heb je van alles te beleven, Slagharen. Ook een lekkere douche. Hier heb je zelfs tandpasta. En hier ben ik. Hallo! En dan lopen we verder, want hier heb je ook een heel tafel met een cowboy lamp. Ziet er eigenlijk best wel gezellig uit. Ja jongens, is even, oh, dit vind ik ook nog prachtig, de horen van de cowboyhuisje, die bewaakt op iedere slaap mensen die hier slapen, of niet Erik? Zeker. Ja, nou jongens, dit was het huisje, nou, willen jullie een keer naar Slagharen komen, dan kan jullie deze huisje reserveren bij de cowboy cottage. De cowboy cottage, dat is, zo heten die huisjes, het is voor 2 volwassenen en 4 kinderen. Maar wij hadden geluk, wij hebben gewoon met 4 volwassenen ingeslapen. En dat was eigenlijk best wel gezellig. Ja, het, we gaan naar van de komende week, laten we de pretpark en Aqua Mexicana zien. En ja, ik hoop dat jullie deze video, deze kort maar krachtige video, heel leuk hebben gevonden. Klik dan op duimpje en abonneer voor meer video's op Dennis Ruijtse Pretpark. En dan tot de volgende keer. Doei!